Een hobbyvisser trof zijn bestelbusje woensdagavond brandend aan toen hij terugkwam van zijn visstek. De brandweer was er op dat moment ook al, maar kon niet voorkomen dat er van de voorkant van de bus weinig overbleef. De auto stond op dat moment geparkeerd op een verder lege parkeerplaats aan de Nieuwe Piekenlaan bij Beuningen. De oorzaak van de brand is niet zeker. Het zou om brandstichting kunnen gaan, maar net zo goed om een technisch mankement.